Het boren van een warmteleiding doen we in 3 stappen. Stap 1. Het maken van de eerste boring met een kleine boorkop. Stap 2. Het vergroten van de boortunnel. Stap 3. Het intrekken van de warmteleiding. Meerdere kranen hijsen de warmteleiding omhoog. Zo zorgen ze ervoor dat de leiding in de juiste hoek wordt gebogen. Die grijze klei die je hier achter mij ziet, dat is bentoniet. Die zorgt ervoor dat de boortunnel niet instort. Als de leiding hier boven de grond komt, is de boring klaar.